next time. Yo mensen van de Games Deluxe, je kijkt naar een gloednieuwe aflevering hier op Nick Games. Een beetje andere intro, ik moest even uit mijn woorden komen. Maar goed, we zijn er weer met een Community Survival aflevering 7, 8. I don't know. Ik ben het letterlijk een beetje kwijt. Maar ik heb even een slaafje ingehuurd. Zoals je wel kan horen, Monkey Martijntie Martinez. Die zit mijn chest even op orde te maken. Kijk hoe mooi dat eruit ziet. Kijk. Ik ben rijk. Ja, in die vraag af waarom heb ik een minecart en torches nog over de rails heb ik al gedumpt. Nou, ik heb heel wat verder gewerkt. Zoals je ziet, wist je nog dat ik vorige aflevering iets had gezegd over hoe moest je een village farm maken? Nou, die comments komen niet meer van pas. Ik heb genoeg. Ik heb literally genoeg villagers. Ik moet er eens heel wat gaan afslachten binnenkort. Dit wil zeggen niet normaal meer, joh. Dit is echt wel heel ongezond. Nou, dan staan hier de villagers die ik het meeste... Punch 2. Zeg maar, deze heeft punch 2. Een kompasje. Oké. Okay. Even kijken. Knockback 1 en projectile protection 3. En deze heeft chailing en impaling. Dus heel fijn als je iemand eigenlijk een trident heeft. Tenminste, ja, volgens mij wel. Gun een farmer. Kan ik er meteen overzetten. En een lure. En een lure 2. Nou, dan ga ik ze hier inzetten. Dan ga ik ze allemaal vervoeren. Hallo, button. Juist. Dan ga ik ze allemaal helemaal naar boven voeren. Ik heb een systeempje gemaakt. Die gaat rechtstreeks via buiten. Gaat hij nu door een tunnel heen. Hier gaat hij over mijn base heen. Gaat hij naar boven. Gaat hij uiteindelijk helemaal naar beneden. Krijgt hij één keer damage. En dan komt hij hier in dit hok uit. En dan ga ik hier nog wel even omhoog. Om dit even af te dichten. Voor het geval er zombies komen. Maar dan gaan we eerst even naar mijn shop. Er is nog iets anders gebeurd. Want ik kan helemaal varen naar mijn shop. Dat is ook een optie. Maar ik kan ook nog een andere optie pakken. Ik moet mijn boot halen. Waar is mijn boot gebleven? Gelukkig is daar het eindstation. En hier letterlijk mijn deur. Dat is weer ook wel fijn. Maar ik wil erg weten waar mijn boot is. Hallo boot. Boot. Hallo. Mensen van... Jemig, die chest nog leeg. Hallo boot. Ik zoek meneer boot. Waar heb ik mijn boot? Daar heb ik mijn boot gelaten. Perfect. Bedankt. Ik ken Caleb de Green Turtle, die nu niet in de server zit. Wij hebben wat gedaan. Dan moeten wij eerst even naar zijn base gaan. Dus we moeten eerst even naar zijn base toe. Dan zien we daar iets wat we daar kunnen krijgen. Wat daar is. En daar is best wel iets leuks. Wat we hebben gemaakt naar de ding toe. Aangekomen bij Turtle Island zetten we dit ding neer. Oh, jemig glitch. Hakken we dat ding weg. Gaan we even lopen. Jemig. Even... Oh, dat is niet de bedoeling, deze music. Juist, dus is er iets meer sound. Dat is op zich wel nice, want volgens mij stond mijn sound heel zacht. Ik en Caleb de Green Turtle hebben ergens aan gewerkt. Dat is, moet je deze naar beneden lopen. Dan kom je ergens uit hier. Even naar beneden vallen. Hebben wij een rechte iceway. Rot op. Legt de iceway vanaf Caleb's huis naar... Het kost ons wel heel lang om te maken. No, wow, genders. Naar de shopping district. De winkelcentrum. En mijn winkel is ook af. Dat, au. Boot, blijf. Daar laat ik jullie ook gelijk zien. Hier ga ik dus mijn villagers helemaal naar boven brengen. Naar boven moet ik hier... Moet ik ook nog iets op verzinnen? Ik weet niet, ik denk dat ik dan toch die normale, ik denk dat ik toch via de boot ga nu. Want hoef ik niet hier maar een rails omhoog. Dan moet ik wel even rails meenemen, want ik moet nog wel even een rails zo laten lijnen omhoog. En dan recht door mijn deur heen. En dan komt die hier uit. Dit kost hem ook echt super veel werk om te maken, want hier zit een leegje concrete, quartz, ster zoals je ziet. Twee concrete en dan dit. Het kost gewoon eigenlijk super veel tijd. Hier misschien moet ik nog even over nadenken over deze wood floor. Maar ik moest even indelingen hebben. Ik dacht, dit staat wel een beetje mooi. Maar niet al te mooi, maar wel een beetje mooi. En zo, deze silencers heb ik ook even gerandomiseerd. Je ziet ook dat die ronde dingen die erin zitten, dat die nu van pas komen voor buizen.
En platte dakkie. Yep. Perfect. Maar dan gaan we nu even de villagers ophalen. Zit hier nog wat in? Ik heb hier ook wat zooi gedumpt. Want toen had ik echt mijn hele inventory echt bab vol zitten. Nou, eerst op naar mijn base om de eerste villager over te verhuizen hiernaar. Nou, wat zit ik nou moeilijk te doen? Ik moet eerst überhaupt een plek maken waar ik die villager in kan stokken. Ja, heb ik ook nog... Oh, ik heb 2 carrots bij me. Altijd nice. En zo. 6 steken zitten. Nice. Zo. Nou, dan wil ik de eerste villager gelijk bij de deur neerzetten. Dus dat is hier. Dan heb ik hier hout in zitten. En natuurlijk heb ik hier hout in zitten. Dat is op zich wel nice. Dan bouw ik dit eerste hokje even... Nou, hier ervoor. Daar erin. Wil ik hier een hopper met hier een chest. Hier een chest dat je... Dat de items wel even teruggaan. Als je ze kwijt bent geraakt. Dus als je ze per ongeluk dropt. Dan maak ik later hier wel even een soort van klein hokje omheen. Maar dan weet je in elk geval dat het erin... Dat zo'n villager erin wordt. Past het ding gebeuren. Ja, oké. Nou, ik ga nu dat ding ophalen. Wens me veel succes, want die villager gaan tegenstribbelen, geloof me. Ze gaan heel hard tegenstribbelen. Dat weet ik nu al, want villagers verplaatsen van dat hok, van het villager hok naar het ding waar die villagers veilig staan. Dat is al een grote struggle. Laat staan dit. Nou, op naar mijn huis. Jal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 
alweer heftig stromen. Dan gaan we door deze deur. Dan heb ik mijn rails nodig. Waar ook. Rails. Waar is mijn rails? Oepsie. Rails. Waar zijn mijn rails gebleven? Rails. Oké, waar is mijn rails nou gebleven? Jongen, ik heb het nu echt een beetje. Zo, ik heb even weer mijn rails gevonden. Ik heb ook wat bijgemaakt dat ik even tot de stekrails ging. En ja. Dus dan plaatsen wij deze hier en deze hier al. Dan moeten wij even hierdoor butten. Dan moeten wij dit riedeltje even helemaal hierheen. Dan blokkeren wij de ingang. Wat zit er te doen met mijn eieren? Oh, zit ze daarin te mieteren? Ik dacht er zo van, er zit toch niet mijn hele bezel onder te klooien, maar... Gelukkig is het niet zo. Die butten we halen even weg voor even. Stone. Zo, dan duwen we deze langzaam die kant op tot die stuk staat. Dus die staat volledig vast. Hoi. Prettige reis, vriend. Ik hoop dat je veilig aankomt, want als je niet veilig aankomt heb ik een heel groot probleem. Want het is een van mijn beste villagers weg. Zo, gaan wij nu hier naar boven toe. Als het goed is, wordt mijn villager keurig netjes hier op mij staan te wachten. Tenminste, ik hoop het. Ik hoorde wel dat hij hier was, want ik hoorde dat hij hier één keer damaged. Hey, daar heb je hem. Zo, die weg. Dan hakken wij dit volledig open. Hallo. Villager, aanvaard mijn boot. Villager, hallo, aanvaard mijn boot. Stap in. Villager, stap in. Zo, dit ga je niet mee, hè. Nu heb ik een loslopende villager. Hallo, domme dwaas. Stap nou eens in. Nou, dan slaan we de ding kapot. En plaatsen hem in de villager. Juist. Nou, hij zit erin om dat nu te doen. Dus ik
loyal aardig voel met mijn sub Caleb. Dat, volgens mij heeft Caleb daar ook een village farm gemaakt. Nou, dat mag hij wel ietsje opleuren. Dus het hele huis is mooi, maar dat is gewoon puur lelijk. Nou, op lekker varen. Zo, er komt een prachtige shopje weer in zicht hoor. Het shoppazicht, de shoppazicht. Zicht, aanzichtskaart, aanzichtskaart. Aanzichtskaart aan zee. Jalalalala, jalalalala. Zo, powered raals. Oké, dan gaan we eerst even blokken ophalen, want ik wil niet dat die villager hier doodgaat. Ook al ben je misschien zo dichtbij zijn einddoel. Dan zul je net zien, komt er net zo'n beek staan. Die legt hem om. Dat vind ik niet zo leuk. Dus ik ga hem eerst even inbouwen, dan gaan we het rons aanleggen. En ja, hopelijk steelt geen een van de andere survivalagen mijn rails opeens. Omdat ik nog villagers moet overzetten, maar omdat ik dat dan op een andere dag doe. Omdat ik er dan even geen zin meer in heb. Ik hoop het van niet. En de laatste, zo. Die zit veilig opgebouwd in een cage. En dan hoef ik denk ik niet meer zo'n cage ding te doen. Want het is gewoon een straight line-up. Die kant op. Dus ik denk niet eigenlijk dat ik zo'n cage meer hoef te doen. Jemig. Verslik me bijna. In water wat ik net drak. Wat ik nu drink. Stay hydrated, kids. Stay hydrated. Lekker. Ja, dan plaatsen wij. Dit gaat hij nooit redden. Nee, dit gaat hij echt nooit redden. Plaatsen wij hier. Die. Hier. Die. Hier. Die. Hup, hup. En dan rolt hij zo even een tijdje uit. Zo, ik heb nog even een stack rails opgehaald. Ik ga niet overbouwen. Kut. Hoe even we dit doen? Huppakee. Hopelijk heeft hij daar genoeg power voor. Zo, en dan zou dit het moeten zijn. Stemoverslag. Zou dit het moeten zijn? Dan heb ik mijn minecart bij me. Slaan we deze weg. Laten we deze weer terug. Oh nee. Ik was bijna iets vergeten. Ik moet wel dit even afsluiten. Dat die villager ook werkelijk nergens kan gaan duiken. Want ik heb geen zin in duikende villagers. Die is gevangen. En dan ga ik hem nu even omhoog duwen. Dan zou hij door mijn prachtige systeem helemaal hierheen worden geleid. Het werkt perfect. Even een leg spiky. Zo, die zit met een rare manier. Heb ik hem even getrapt. Dus dan haal ik deze even weg. Deze alles. Alle bijvoegsels haal ik ook even weg. En dan moet ik hem nu eigenlijk nog een beetje aankleden. Wat ik ook even ga doen. Want ik heb stone bricks bij me namelijk. Zo, zo. 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 Omhoog. Lokkie. Ik moest een beetje op een hele moeilijke manier. Ik heb echt zo'n torentje erop moeten bouwen met water erin. En dan zwom die even omhoog. Dan kon ik het wel doen. Echt gezeik tot de max. Gezeik tot max Verstappen niet meer wel. Nou, die. En dan dit lok nog even veranderen. Gewoon eerst die hopper plaatsen. Dan de rest. Een tip onthouden. En dan daarvoor heb ik ook gelijk deze hopper mee moeten nemen. En dan plaats ik hier van een blok. Hak ik die weg. Hopper. En nu nog even een chest ophalen. Puff by home 6 stack logs is goed omgezet in chesten. En dan heb ik een hop. Dus elke keer als ik hier ga traden. Ik zit telkens zo. Die erin. Hups. En hey. Dat werkt. Nice. Dan
tik ik dit dan maar even weg. Dan hebben wij onze eerste pilletje erin staan. Ik ga laat de rest nog even staan. Ik tik alleen dit even weg. Dat ik even dicht kan maken. Want het volgende wat ik in deze aflevering ook wil maken... is een ding dat mensen niet meer gratis kunnen traden. Want ik wil hier wel wat voor weggeven, zeg maar. Het is niet de bedoeling dat mensen dat ik helemaal moeite doe om die villetjes te beginnen. En ze gewoon gratis hier naar binnen komen wandelen en ook wil traden. Nope, zo gaat het niet. Ik ga er wel iets aan zetten. Misschien weten jullie het al als jullie de Hammercraft series volgen. Dan weten jullie dat er iTrade bestaat. Met de season passes. Dat je die moet gooien. Dan komt de season... pers weer naar boven. Nou, dat wil ik hier dus ook gaan maken. Dus ik ga even de nodige resources verzamelen voor dit. En dan haak ik dit nog even weg. Dan ga ik even de nodige resources verzamelen en dan ben ik zo weer terug met de nodige spullen. Ik ga hier nog wel even een torch in plaatsen, want ik heb echt geen zin in villager, in zombies hier. Zo. Torch nog even weghalen voordat mensen die weghalen. En ga ik even de nodige spullen verzamelen en dan ben ik zo weer terug. Maar dan met betere spullen om dat ding te maken. Oh, ik ben weer bij mijn shop. Maar ik denk nu dat ik mijn iron torch vergeten ben. Great. Nog een keer terug. Hey, perfect. En ik heb dit keer nog een keer geweest en nu wel een iron torch meegenomen. Hartstikke perfect. Kan niet beter. Die plaatsen we daar neer. Dus dan moeten we een klein soort sorting systeempje maken. Dat moet wel lukken. Ik heb het in een andere world al uitgewerkt. Oh ja, nu kan je niet meer langs. Ik heb het in een single player world al uitgewerkt hoe ik het wil hebben. Ik plaats hier even een button. En sowieso altijd daar een button dat je altijd die wil naar buiten kan. Zo. En hier is pas een creeper ontploft. Dus dit gat vullen wij eventjes op, hop, 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 hop. Chilipimpapoe. En die poep, poep, poedoep, poem, skia. Skrino. Dus dan gaan we graven hier. Dan zetten wij hier een... Oh ja, ik ben wel mijn glas vergeten. Maar dat halen we zo meteen nog wel op. Want dan maken wij hier... Even, dit weer even zo. Dan maken we hier een blokje. Eén hoppertje naar beneden. Dan graven wij die weg. Graven wij die ook weg. Oké, weg. Dan plaatsen wij die hopper doen we die kant op. Dan graven wij dit even helemaal weg. Dan plaatsen wij hier een redstone comparator. En dan... redstone. 1. 2. De derde is naar beneden. Dan plaatsen wij hier een... iron weghakken. Plaatsen we hier een repeater met een torch hier en dan de hopper die gaat zo en vanaf hier gaat die kind op. Dat moeten wij eventjes omhoog bouwen. Zo, 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 zo. Dan. Een local area. Zo, dit het middenblok moeten zijn. Dus dan plaatsen wij hier een dispenser. En dan hier moet allemaal glas komen. En dan is de machine van de buitenkant klaar. Van de binnenkant nog niet. Dus daar gaan we nu mee bezig. Dan graven wij dit even iets open. Dan plaatsen wij hier sowieso de boekjes in. Ik moet sowieso nog even wat extra boekjes maken. Want daar heel wat extra boekjes. Want dit is nog lang niet genoeg. Ik denk als ik al deze bij elkaar stek, dan kan ik nog steeds niet... Oh ja. Dat ik steeds niet genoeg heb. Ja.
heb ik nog steeds niet genoeg. Gloek, gloempa, gloempa, gloempa. Dat heb ik nog steeds niet genoeg. Juist. Ja. Wat trouwens in de Season Pass staat, heb ik even ingeschreven. Je bezit nu de pas van de NGZ-store. Je kan altijd naar de NGZ-store toekomen om dingen te traden en dingen te kopen. Dat is het teksttiteltje van de NGZ-store. Deze is origineel. Dus die hoort daar niet thuis. En dan gaat het zo de hopper in. Dan klik. Gaat het naar boven toe. En dan gaan we dit redstone nu ook eventjes maken. Dat betekent zodra er iets in de hopper komt. Zodra iets in de dispenser komt, detect hij dat. Huppakee, die zetten op 2 ticks. En dan gaat hij dan zo in dat ding. Dus dan gaan we het even uittesten. Als hier nu een stack aan spul inkomt. Oké, dat gaat niet werken omdat die torch natuurlijk uitstaat. Als hier een stack aan spul inkomt, dan drop. Drop, drop, drop. Zie je? Dat werkt. Dan gaan we nu alles hier heel snel uithalen. Dat systeempje werkt in elk geval. Nu mag ik alleen maar glas en heel wat extra boeken meenemen. Dus dat is nog een keer terug voor mij. Zo vaak terug. Het is ook zo ver weg. Hè. Nou, nog één laatste keer terug. En dan moet ik niets vergeten, anders moet ik nog een tweede keer. Nou, op naar huis. Zo, het gaat die Ice Way altijd wel lekker snel. Dus dat is zo fijn dat die Ice Way altijd weer lekker snel vooruit beweegt. Nou, dat jou hier weer omhoog. Dan heb ik wat extra boeken en een stek glas meegenomen. En ik ben weer mijn carpets vergeten. Ik word hier nu alweer zo moe van die carpets. Die carpers. Nou, waar was even kijken, dan moet ik even mijn plek van de hopper vinden. Dus al hier, wat ik die hopper nou geplaatst dan. Oh, dit was de plek van de hopper. Pakt die zo ook op of niet? Nee, maar als ik hier een boekje plaats, dan ook even fijn om te weten. Ik heb dus nog een extra hopper. Oh, ik heb nog een extra hopper hier nodig. Hier plaatsen de season passes in. Dan gaan wij dit even slopen. Mijn maag zit een knorrie van de gek. Jongen, niet gezond. Oeps. Mijn schuld. Zo. Even alles uitgegraven. En even naar boven graven. Ik krijg even een field of carpets van maken. Want dan, dan doen we namelijk dit zo. Hup. En voor degenen die dit niet kennen, dit is een item elevator. Zoals ze dat noemen in Minecraft. Een item elevator. Het zit allemaal wel heel dicht op elkaar. Daar maak ik me alleen een heel klein beetje zorgen om. Want als het verkeerd komt, pakt die hopper het weer op. En dan gaat het loop. Dan gaat het gewoon een grote loop. Niet helemaal de bedoeling is. Ja, dan gaan we het uittesten. Drop even heel veel season passes erin. Want er moeten er wat in zitten voordat het systeem pas aangaat. En hier is de season pass. Ik op weer en dan heb ik weer de season pass. Druk op kan weer. Dan heb ik weer de season pass. Dus dit werkt hartstikke goed. Dan moeten we alleen nog één ding doen. Dat is deze deur dan ook aan laten gaan op commando. Pak dit ding nou op. Juist. En dan nog eentje naar beneden. Ik heb even heel wat extra spul gemaakt. Dat is op zich wel heel nice. Deze heb ik gewoon bij Andy vandaag in nacht. Hey Andy, bedankt. Bedankt voor gij karpoet. We moeten even lekker poetsen. Het stiek van de deur. Dan gaan wij hier naartoe. Dan gaan wij hier een signaaltje van jatten. Dat is gewoon een dubbel signaal. Juist. Van een dubbel signaal.
Wat staat hier nu? Staat hier nu open of staat hier nu dicht? Volgens mij staat hier dicht. Open bedoel ik. Wacht even, dat kan ik wel horen. Nu is hij open, toch? Ja, nu is hij open, denk ik. Ik hoop het. Dan plaatsen wij. Als het goed is, zou die nu compleet moeten zijn. Dan gaan we dus eventjes naar boven toe. Dan pak ik de drills op. Daar pak ik de drills op. Nice. Carpet daar. Plaatsen we hier nog even een carpet overheen. Korte kroket. Die ene concrete, die heb ik hier. Halen we die weg. En dan moeten season passes nu 100% kloppen. Dus dan droppen we die. Komt de season pass omhoog. En de deur gaat niet open. Wat is daar aan de hand? Waar is de policeman? Oh. Juist. Oké, take 2. Nou jongens, welkom bij take 2. Droppen. De deur gaat open. Oh, we krijgen pas echt 20.000 milliseconden. Ding terug. Pearls. Veel langer. Mijn fout. Nog een keer. Droppen. Drop. En dan heeft hij wel genoeg vertraging opgelopen, denk ik. Dus dan gooien we nu de Season Pass erin. Werkt perfect. Nou, dan gaan we nu even opdichten, want hij werkt. Ik zal het jullie ook even laten zien dat hij werkt. De vreugels blijft er staan. Je pakt dus je Season Pass die je moet kopen voor 32 diamonds bij mij. Dan moet je mij contacteren. Ik zou zo even een bordje hier ophangen. En dan drop je hier je pass. Dan ga je hier staan. Dan krijg je hem gedropt. Dan pak je hem op. Dan loop je verder. En dan ben je hier in het prachtige stukje waar je kan traden. En ik ga het natuurlijk wel off-cam natuurlijk meer villagers aanbrengen. Ook meer shops en zo aanbrengen. En misschien niet wat chesten maken waar ik ook andere dingen in ga verkopen. Ik ga, als ik bijvoorbeeld ook nog slimeballs wil gaan verkopen, ga ik dat allemaal hier doen. Dus maar daar moet je natuurlijk extra voor betalen. Maar dat is dus wel de bedoeling. Dat heb ik dus extra slim. Dan moet sowieso, als iemand die op een slimeballs wil hebben, moet sowieso eerst die pers gekocht hebben. Anders komt die helemaal niet het gebouw binnen. Dus je moet sowieso eerst die pers gekocht hebben. Dan komt pas het gebouw binnen. En dan moet je nog de slimes kopen. Of wat dan ook kopen. Dus dat is wel een goede ding van mij. En dan heb ik hier die dingen. Dan heb ik hier logs in zitten. Ja, oké. Laat ik dit ding nog even openstaan. Ja, dan kan je hier nu traden met deze dingen. Ik zou hierna ook even een sign ophangen. Waar het staat. En dan hebben wij best veel gedaan. Wij hebben ten eerste hebben wij een villager hierheen gebracht. Wat echt super veel moeite kost. En ten tweede hebben wij de ingang van onze shop. En we hebben de shop geopend. Dus het laatste wat ik ga doen is nog even een sign ophalen. En dan gaan we even hierboven schrijven dat je aan mij moet vragen over een season pass te kopen. Ik heb even een sign meegenomen. Dan ga ik hier lekker opschrijven. Hallo. Hallo, wil je deze shop in? Koop dan nu je seizoensbos bij Nick, a.k.a. Nick. Nick Games, a.k.a. Nick. Season Pass moet je altijd bij je hebben. Deze bewaar ik voor het geval dat dit is de originele. Maar die gaat niet passen. Dus dan droppen wij die erin. Dan wordt er een boekje gedispensed. Kan je doorlopen. Red je net. Anders kan je het nog een keer proberen.
Maar dan zit je in de shop. Dus hopelijk heb je genoten van de video. Smash een like mocht je het nog niet gedaan hebben. En tot de volgende keer. Dikke vetje allemaal. Peace. Later.